De Franse ambassade en het Frans-Guyanese parlement zullen op 25 mei voor het eerst een happy hour organiseren in Suriname. De organisaties hebben gisteren een persconferentie hieromtrent belegd bij het VAT. De lancering van de happy hour zal volgens de Franse ambassadeur Antoine Joly een netwerkevent zijn voor Surinaamse entrepreneurs en geïnteresseerden die zaken in Frans-Guyana willen doen. De ambassadeur weet dat de beide landen vele obstakels ondervinden die het zaken doen bemoeilijken. I know there are many obstacles and difficulties. Some of them can be from the legislation and from the rules of Europe, because Frans-Guyana is part of Europe in terms of rules of commerce, and Suriname is part of CARICOM. So we have that kind of difficulties, but we have also difficulties because of a lack of information on what is possible and what is not possible. So I thought that we could improve that relation. You know, we have meeting, institutional meeting. We have the River Council. That is important because we have a council with the two administrations from Frans-Guyana and Suriname. And with that council, we can share and find solutions. Volgens Anne Mathieu, vertegenwoordiger van het Frans-Guyanese parlement, heeft het buurland een actieve coöperatie met Suriname sinds 2009 bij het opzetten van een Kamer van Koophandel van Frans-Guyana in Suriname. Volgens Jan van Charante, directeur van het VAT, waar de happy hour gehouden zal worden, is dit evenement een globale investering waar Suriname deel van uit zal maken. Everyone here, and especially companies, will agree on the number of difficulties that exists when we start talking about the internationalization of businesses. The value of trade between French Guiana and Suriname is minimal and marginal for both territories. Despite excellent figures that also make French Guiana very attractive in its region, we must not conceal the difficulties it encounters, in particular in economic terms, with an unemployment rate estimated at 21.3% in 2013. I think we have a lot to offer. And we have stressed it often, but it doesn't come into practice, that Suriname is very unique as a Dutch-speaking country, part of the English Caribbean, bordering the EU, being a member of CARICOM, of OAS and UNASUR, we have enormous opportunities. Of course, if we discuss the APA, there are some threats, but I think the threats are less than the opportunities. Dat was Jan van Charante, directeur van het VAT, en daarvoor Anne Mathieu, vertegenwoordiger van het Frans-Guyanese parlement. Ze spraken gisteren tijdens een persconferentie over de lancering van de Frans-Guyanese Happy Hour.